ziet ze niet veel in het beachvolleybalcircuit. Broers en zussen. Jon en Michelle Stiekema spelen beide op het EK op Scheveningen. Michelle plaatste zich donderdag al voor de eliminatieronde door een 3-sets winst op Rusland. Jon, Michelle Stiekema, jullie staan hier op het EK beachvolleybal. Broer en zus. Ik begin met jou, Michelle. Je hebt gewonnen de derde wedstrijd. Jullie bent door naar de volgende ronde. Gefeliciteerd. Hoe ging het? Ja, super. Ik ben zo blij. We moesten echt heel erg inkomen in de hele pool. De eerste wedstrijd verloren we helaas. De tweede was een hele spannende wedstrijd. Ook die verloren en dan win je zo'n derde. En ik moet eerlijk zeggen dat ik al dacht dat het niet meer door zou zijn. Maar we hebben gewoon zo close gespeeld alles dat we nog door waren. Dus ik ben gewoon ontzettend blij. Dus helemaal super. Jullie hebben gevochten als leven. Heb je ook naar je broer gekeken daarnet? Nee, niet echt. Want ik zat hier in het hok naast en het werd duidelijk of ik door zou zijn of niet. Dus ik was even helemaal in mijn eigen wereldje. Maar ik hoorde het net en het is jammer. Maar het volgende pot kunnen ze gewoon weer winnen. Dus. Jon, je hebt je tweede pot net verloren. De eerste hadden jullie wel gewonnen. Maar tegen de Belgen lukte niet zo heel erg veel. Nee, ja, dat is wel een teleurstelling. We hadden echt heel veel moeite met de wind. In het stadion dwarrelde het ook heel erg. En we kregen het helaas niet onder controle. Waardoor die Belgen deden het veel beter. Dus ja, moesten we het afleggen. De omstandigheden zijn heel wat anders dan gisteren, hè? Ja, dat kun je wel zeggen. Het is echt een omschakeling. Want gisteren was het eigenlijk windstil, zeker in het stadion. En dan kun je heel lekker je eigen spelletje spelen. En nu is het gewoon compleet anders. Je moet alles heel laag houden, heel klein. Echt, die wind, dat is echt je grootste vijand. Dus het is even omschakelen. Spelen jullie in jullie eigen stad? Jullie wonen sinds kort in Den Haag. Hoe is dat nou om hier in Den Haag te spelen? Nou, het is vooral heel leuk dat er veel mensen komen kijken en dat je na een wedstrijd gewoon thuis uit kunt rusten, vind ik althans. Het maakt mij altijd een stuk rustiger, ik vind het heel prettig. Nou, broer en zus in de Tour, dat zie je niet zo heel erg veel. Hoe is dat nou met je broer samen op tour te gaan? Nou ja, ik vind het hartstikke leuk. We kunnen het ook hartstikke goed vinden, dus ik ben altijd erg blij als hij er is. Het toch voelt een beetje veilig en als het dan heel spannend is, dan kan ik altijd even bij hem terecht. Dus ik ben daar heel blij mee. Je ziet wel heel veel relaties tussen spelers. Ja, daar kunnen wij ook over mee praten. Dat kunnen we ook helaas niet ontkennen. Ja, dat is zo. Dat gebeurt. Die mensen snappen je gewoon wat beter dan andere mensen die er buiten staan vaak. Soms is het vervelend dat je alleen maar met beachvolleybal bezig bent, ook binnen je relatie. Maar je wordt wel wat beter begrepen binnen je relatie, dat je zo vaak weg bent. En ja, dat is toch wel echt een pluspunt daarvan. Ja, even een voorspelling voor de komende dagen wat gaat worden hier op het EK. Ik heb geen idee. Ik ben dan gewoon nu even heel blij. Ik ga weer voor een potje winst en vanaf daar zien we het wel. Jon? Ik ga nog steeds denk ik eigenlijk wel, het liefst wil ik top 5 halen. Maar die wind die maakt het me aardig lastig. Dus top 9 is ook goed nu.